Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je met de Rainbow Loom de Inverted Fishtail armband kunt maken. Ik ga vandaag precies dezelfde maken en wat je daarvoor nodig hebt is 1 Rainbow Loom. Nou ja, ik gebruik die loom. En ik gebruik blauwe bandjes en roze bandjes. 1 C of S clip, ik gebruik een S clip. En je haaknaald. Voor deze armband heb je 2 pinnen nodig. Ik ga 2 pinnen op mijn Rainbow Loom gebruiken, maar je kunt natuurlijk ook je mini loom gebruiken. Pak je eerste kleur. Die zet je er in een 8 op die 2 pinnetjes. Zo. Je pakt je volgende kleur. Bij mij is dat roze en die zet je er gewoon op. En dat duw je naar beneden. Dan pak je je volgende kleur, bij mij weer blauw en die zet je ook en doe je naar beneden. Nu gaan we al beginnen met haken. Aan het begin doe je hetzelfde als wat je bij de vissengraatarmband doet. Dus je pakt het onderste bandje, bij mij blauw, over pion heen en je laat hem los. Ook aan de andere kant. Omdat mijn er zo scheef zit, trek ik het een beetje naar het midden. Je pakt je volgende kleur. Dat is bij mij roze. En nu gaan we het anders doen. We pakken niet gewoon de onderste, maar we steken. Ik laat even hier de zijkant zien. Even de bandjes allemaal een beetje uit elkaar. Zo. Je steekt niet in de bovenste, maar in de tweede. Dat is bij mij blauw. Dan pak je de onderste over de pion heen en je laat hem los. Dit doen we ook aan de andere kant. Je steekt niet in de bovenste, maar in de middelste. Echt een gepriegel, die duw je naar achteren. Je pakt de onderste. Gaat over de pion heen en je laat hem los. En hetzelfde doen we met de volgende kleur. Je steekt in de middelste. Pakt de onderste. Over de pion heen. Je laat hem los. In de middelste, pak de onderste over de pion heen en je laat hem los. Volgende kleur zet je er weer op. Gaan we even naar de zijkant. Je steekt in de middelste, duw je naar achteren. Je pakt de onderste roze, die duw je over de pion heen en je laat hem los. Gaan we naar de andere kant. Steek in de middelste. Pak de onderste over de pion heen. En je laat hem los. Wacht, deze zijn een beetje overlapt. Zo, hij zit weer recht. Pak je volgende kleur. Die zet je erop. Je steekt in de middelste. Dat is de roze bij mij. Die duw ik naar achteren. Pak de onderste blauwe. Die doe ik over die pion heen naar het midden. Zo. Hetzelfde doen we aan de andere kant. Steekt in de middelste roze. Pakt de onderste blauwe en die ga je over je heen en die laat je los. Ik ga nu de video even op stop zetten. Kun jij de video op pauze zetten. En dan ga ik verder werken totdat mijn armband lang genoeg is. Want dit doe je helemaal door totdat die lang genoeg is. Ik denk dat mijn armband wel lang genoeg is. Dus we gaan hem nu een S of C clip opzetten. Ik ga een S clip gebruiken. En ik ga nu jullie laten zien hoe we dat doen bij deze armband. Zoals je kunt zien zitten er aan beide kanten nog 2 bandjes op.
We gaan het onderste bandje pakken. Aan beide kanten, dat is bij mij roze. Die doe je gewoon over de pion heen en die laat je los. Over de pion heen en je laat hem los. Nu zie je dat er nog twee bandjes op zitten. We gaan dit bandje brengen naar het andere bandje toe. Nu ga ik dit even verdelen over twee pionnen, zodat het makkelijker is om de S-clip erop te zetten. Dus ik rek hem naar achteren. En ik zet hem op de pion die er naast of achter zit. Ik weet niet precies hoe je het wil noemen. Dan pak je je S-clip. De ene kant van je S-clip. En de twee stukjes die duw je erin. Ho. Dan haal je de twee bandjes. Nee, de twee bandjes, ja. Die haal je van de pion af. En zo ziet hij er nu uit. We gaan hem even vastmaken. Je gaat met je S-clip naar de andere kant van de armband. Ik zoek deze capband. En die duw ik in de S-clip. En dit is je inverted fishtail armband. Dit was de video. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!